We zijn nu in het bovenste deel van de toren. We staan, als we op het plaatje kijken, op dit niveau, 43 meter hoog. Als we naar boven kijken, zien we de prachtige constructie van de toren. Het is allemaal balken die aan elkaar gemaakt zijn. Ja, Meccano voor grote jongens. Als we goed naar boven kijken, zien we ook een paar vlaggen hangen. En die vlaggen, als er een nationale feestdag is, maar ook een kerkelijke feestdag of met carnaval, dan komt er een speciale gemeenteambtenaar, Louis van der Laar, die de vlaggen uit gaat hangen. Waarom nou een gemeenteambtenaar? Dat is een kwestie van geschiedenis. Den Bosch was een rijke katholieke stad tot 1629. Want in 1629 heeft Frederik Hendrik de stad veroverd namens de protestantse noordelijke Nederlanden en werd de stad en ook de Sint-Jan protestants. En dat is pas veranderd door Napoleon. Want Napoleon heeft begin 19e eeuw de vrijheid van godsdienst weer in ere hersteld. En hij heeft het gebouw van de kerk weer teruggegeven aan de katholieken. Alleen de toren bleef eigendom van het bestuur. Want Napoleon heeft bepaald dat de toren strategisch belangrijk was. Want je kan de vijand zo goed aanzien komen. En dus is de toren nog steeds in handen van de gemeente en komt een gemeenteambtenaar om hier de vlaggen uit te hangen. Nou, nu weten we wat over de binnenkant van de toren, prachtig om te zien, maar er zijn drie balkons waar je prachtig uit kan kijken. Vanaf deze plek, vanaf de toren, vanaf de balkons, heb je een schitterend uitzicht over de stad. De oude stad Sertogenbosch. Nog steeds kun je de straatjes zien. Het blijft genieten. Het heden wordt altijd verbonden met het verleden vanaf de toren.